Draai beide doppen los van de olieopvangbak en schuif hem onder het motorblok. Haal de aftapplug los en laat de olie weglopen in de opvangbak. Laat het blok zoveel mogelijk leeglopen en demonteer hierna het oliefilter. Smeer een beetje olie op de rubberen ring van de oliefilter en monteer de oliefilter terug op zijn plek. Gebruik voor het vastzetten een momentsleutel. Op het moment dat de momentsleutel doorklikt, zit hij perfect vast. We plaatsen het olieaftapbout terug onder het motorblok. We kiezen hiervoor voor een model met een magneet die al het ijzervelsel uit de olie opvangt. Ook deze bout zetten wij vast met de momentsleutel op het juiste moment. Vergeet ook niet om er een nieuwe koperen ring tussen te plaatsen voor de juiste afdichting. Hierna kan het motorblok open om de verse olie toe te voegen. Wij gebruiken hiervoor Motul 15W50. Dit verschilt per motor, dus kijk even welke olie precies geschikt is voor jouw motorblok. Blijf olie toevoegen in het motorblok tot je deze in het pijlglaasje ziet. Nadat de olie is toegevoegd, start je het motorblok om te zorgen dat de olie verdeeld wordt door heel het motorblok en in de nieuwe oliefilter. Hierdoor zal het pijl van de olie ook zakken in het pijlglaasje. Vul zodoende bij, zodat er voldoende olie in het motorblok zit. Zodra het oliepijl goed is, draai de dop weer op het motorblok en controleer je nog eventjes of alles goed vast zit en schoon is.